Drie minutes gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 30 minutes, 18 november 2021, dit is het bulletin van donderdag. Daily Minutes, 18 november 2021. Dit is het bulletin van donderdag. Nou, je kunt zien dat ik vandaag meer tijd heb. Vandaag in de Daily Minutes is er algemeen nieuws en zendamateurnieuws. En verder deel 3 uit de serie over programmeerbare logica. De in de SDR-techniek vaak gebruikte FPGA's door Pascal, PA3, Fox, Kilo Mike. Pascal heeft het geschreven en het wordt door mijzelf gelezen. Verder is er weer aandacht voor onze amateurhistorie. En we sluiten af met 2 columns van Onno, VK6FLAB in Perth, Australië. We beginnen met algemeen nieuws. Ja, zo langzaamaan dringt het coronanieuws weer de Daily Minutes binnen. Ik kan er gewoon niet omheen. Vanochtend 23.680 nieuwe positief getesten. Bijna 3.000 meer dan het weekgemiddelde. En dan moet je je nog bedenken dat het bijna niet meer mogelijk is om zo'n test af te spreken. Het aantal overledenen door COVID was wel minder vandaag. Dat waren er 34 in plaats van 44 gisteren. Wel meer mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er nu 2.210. En ook meer op de IC 400. 13 in totaal, en dat terwijl de geplande zorg dus meer en meer afgebouwd wordt. Wel is het zo dat de uitwerking van de maatregelen die eind vorige week werden afgekondigd pas over anderhalf week uit de cijfers zullen blijken. Ik zit nu op het punt dat ik ook maar weer vaker mijn eigen statistieken op de pandemie ga loslaten. Waarschijnlijk heb ik de komende dagen dus weer grafieken. Overigens geeft de Landelijke Huisartsenvereniging aan dat de op 5 november stopgezette positieve uitslagen voor COVID-19 die ze van GGD ontvingen gisteren weer aan de huisartsen worden doorgegeven. Op 5 november stopte GGD met die doorgifte omdat gebleken was dat ze de betroffen personen hiervoor niet om toestemming hadden gevraagd, hetgeen op basis van de privacywetgeving dus wel verplicht is. Sinds deze week wordt deze toestemming wel gevraagd en daarom is de doorgifte gisteren hervat. De huisartsen vinden het vervelend dat juist in deze periode met een sterke stijging van het aantal positief getesten zij niet over de gegevens konden beschikken. De doorgifte betekent waarschijnlijk geen oplossing voor een flink aantal gevallen waarbij mensen die wel ingeënt zijn niet over een QR-code kunnen beschikken. Het betreft hier namelijk informatie die juist van de artsen afkomt en die door de GGD niet geregistreerd wordt. Ten slotte. Wil je vragen stellen aan Jaap van Dissel, dan kan dat. Aanstaande vrijdag vanaf 2 uur. Je kunt je vraag stellen via nu.nl, want dan beantwoordt de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Die beantwoordt via nu.nl die vraag. En onderaan het artikel daarover op nu.nl kun je je vraag stellen. Vandaag trouwens nog een unieke zaak voor de rechtbank van Arnhem. Moet ik even kijken of ik het goed vertel, maar... Het was zo dat de commissaris voor de Koning, die stuurde een interim burgemeester naar de plaats Scherpenzeel. Die zou fuseren met de gemeente Barneveld. Maar de burgemeester die deed iets anders dan eigenlijk een opdracht, wil ik het niet noemen. Maar in ieder geval waarvoor hij er naartoe gegaan was. Dat was namelijk, er was zoveel tegenstand tegen de fusie. Dat uiteindelijk vanuit Den Haag is besloten om de fusie niet door te laten gaan. Nou, dat zinde de commissaris van de Koningin niet. En die ontsloeg een week geleden de waarnemend burgemeester. Die inmiddels heel populair was in de plaats Scherpenzeel. Die pikte dat dus niet. En die stapt naar de rechter. En de rechter die moest dus vandaag naar de zaak kijken. Een uitspraak dat je volgt nog. De burgemeester was er zelf niet bij trouwens. Omdat hij aan corona leidt en er dus niet bij kon wezen. En ook niet via een videoverbinding dat kon doen. Maar in ieder geval, de zaak is nu, dat maakt het uniek.
mag de commissaris van de Koningin een interim burgemeester op deze manier ontslaan. Die wordt benoemd vanuit de politiek in Den Haag. En wat sowieso natuurlijk al een vreemde constructie is. Maar goed, dat doen we in Nederland zo. Maar is dat wel toegestaan? En ja, als dat toegestaan is, is dat op de juiste gronden gebeurd? Want mag je op die manier iemands functioneren beoordelen naar politieke maatstaven, denk ik dan. Tenminste, dat is mijn inschatting. Interessant, wordt vervolgd. Ja, en Zendamateurnieuws op zondag 31 oktober heeft in Brazilië het REERSP, Rede Estadual de Emergencia de Radio Amadores, vertaald is dat het door de overheid erkende noodnetwerk door radioamateurs. Die hebben steun verleend bij een mijnramp die zich in Altinópolis in Brazilië heeft voorgedaan. Ja, dat is lastig hoor. 28 brandweerlieden waren bezig met een oefening in de Duas Bocas grot toen een deel van de grot instortte. Daarbij vielen 9 doden onder de ingesloten slachtoffers. De zoek- en reddingsoperaties werden uitgevoerd door de SP Brandweer met ondersteuning van een marechaussee-achtige organisatie in Brazilië. De REER-SP, ik noemde ze al, had een belangrijke rol bij de communicatie tussen de commandopost die zich op ongeveer 800 meter bevond van de grot en het reddingsgebied. Een terrein wat moeilijk toegankelijk was. Om deze afstand te overbruggen moest 30 tot 40 minuten worden gelopen over een smal pad in een dicht bos. De betrokken REER-SP vrijwilligers zijn in de vroege ochtend met de werkzaamheden begonnen en zijn doorgegaan tot 8 uur 's avonds. De deelname van de radioamateurs was succesvol. Zij zorgden voor infrastructuur en radioapparatuur om communicatie mogelijk te maken tussen het commandocentrum en de reddingsteams die geen contact hadden door gebrek aan telefoon- en internetbereik. De steun van de radioamateurs heeft de actie soepeler doen verlopen en heeft het commando in staat gesteld rechtstreeks berichten te ontvangen en door te geven aan het reddingsteam, zo staat in de pers vermeld. De reddingsoperatie roept herinneringen op aan de Tham Luang-grot in Thailand, waar in 2018 een jeugdvoetbalteam door snel opgekomen water in het grottenstelsel opgesloten raakte, zo'n 4 kilometer afstand van de ingang van de grot. Deze redding was voor een flink deel te danken aan het gebruik van heyphones. Deze heyphones zijn uitgevonden door een Britse zendamateur. Het zijn zendontvangers voor SSB-communicatie op een frequentie van 87 kHz. Dat is zo laag dat het niet ver boven het hoorbare audio zou zitten als het geluidsgolven waren. Het zijn echter hoogfrequentsignalen. Op dergelijke lage frequenties dringen die radiogolven door tot diep in het gesteente van de rotsen. In sommige gevallen worden loopantennes gebruikt. Geen loopantennes, loopantennes. Maar standaard worden bij de heyphone als antennes geaarde elektrodes in de bodem gedreven tussen de 25 en 100 meter uit elkaar. Hiermee is het dan mogelijk om mobiele apparaten van hetzelfde systeem onder de rotsen te bereiken. Ja, dan het nieuws waar we al een tijdje op wachten. De opvolger van de ID 51 Plus voor D-Star, de ID 52, die zal begin december op de markt verschijnen. Het apparaat heeft een aantal verbeteringen. Het is een opvallend groot kleurenscherm. En even kijken, de achtergrondkleur daarvan kan worden ingesteld. Verder beschikt het apparaat over Bluetooth voor handsfree bediening. Via een headset en PTT-knop en dat soort dingen is allemaal mogelijk. En daarnaast kun je verbinding maken met een smartphone met de bekende software RSMS1A. En er is dan ook nog een versie voor, dit is een versie voor Android en er is van het programma ook een versie voor iOS. En daarmee kun je hem draadloos bedienen. Verder zit er een watervaldisplay in voor de bandomstandigheden. Dat is volgens mij een first in een portofoon. En er is dual watch. Dat wil zeggen dat je dus twee tegelijk kunt beluisteren, twee frequenties. Maar het gaat ook voor digitale spraak. En dat is niet bij alle apparaten, zodat de ontvanger ook voor D-Star, dat beide ontvangers werken. Dus dat is nieuw. Even kijken wat er nog meer is. Een micro SD-kaart, dat is eigenlijk niet nieuw. Daar kun je gesprekken opnemen, dat heeft mijn ID31 ook. Er zit een micro USB-connector op, ook voor het opladen. Dat is wel nieuw en hij is IPX7 waterdicht. Het audio heeft twee keer zoveel vermogen. Er is een betere warmteafvoer. Ik weet dat bij de IC92, daar werd, als hij warm werd, werd hij op half zendvermogen geschakeld. Ging die van 5 naar 2 en nog wat. En er zit een snelle datamodus in, die bijvoorbeeld voor het versturen van foto's handig is. Dat is er gekomen waarschijnlijk als antwoord op het System Fusion systeem, dat standaard met een fotomodus is uitgerust. Ja, en dan nu deel 3 van de serie over programmeerbare logica, de FPGA's.
Geschreven door Pascal PA3 Fox Kilo Mike en door mijzelf gelezen. En enigszins herschreven, maar niet. Ik heb toch wel in grote lijnen zijn verhaal gevolgd. In de voorgaande twee delen kwam het begin van de FPGA's in de vorm van GALS en PLA's aan bod. Dat zijn dus chips waar meerdere poorten in zitten, vooralsnog AND-poorten en OFF-poorten. En die poorten die kunnen van indeling veranderd worden door die chip te programmeren. Er zijn ook uitwisbare versies van die je net als een EEPROM kunt wissen onder invloed van ultraviolet licht. Het concept van de programmeerbare indeling van logische poorten sloeg na verloop van tijd aan bij bedrijven die specialistische schakelingen in kleine aantallen nodig hadden. Echter, ik kwam er al snel achter dat met enkel een paar poorten in zo'n IC de koek wel heel snel op was. Wil je bijvoorbeeld iets als een UART maken, die is nodig bijvoorbeeld om een seriële poort voor RS-232 of voor een USB-aansluiting in een chip te maken, dan heb je een instelbare teller, een schuifregister en meerdere logische poorten nodig. Op zich is dat geen bijzondere uitdaging, maar te groot om in een enkele PAL, PLA of GAL voor elkaar te krijgen. In plaats van louter poorten in het chip onder te brengen, kwamen Altera en Xilinx op het idee om zogenaamde macrocellen te gebruiken. Een macrocel bevat een selecteerbare complexe logische functie waarvan de eigenschap opnieuw door middel van een programma bepaald kan worden. Met de komst van de Complex Programmable Logic Device, het Complex Programmeerbare Logisch Apparaat, oftewel CLPD, nee dat is geen ziekte, ontstond er ineens de mogelijkheid om in plaats van een poort een aantal D-flipflops te kiezen, een andere vorm van digitale schakeling, en die als een register aan elkaar te hangen. De weg naar de daarnet al genoemde UART was daarmee ineens een uiterst eenvoudige taak geworden. Met de steeds verdergaande ontwikkelingen en wensen werd vervolgens de weg voor een nog fraaiere techniek ingeslagen. De macrocellen werden door Altera vervangen door zogenaamde Logic Elements, LA's, en door Xilinx door Configurable Logical Blocks, CLB, respectievelijk logische elementen en configureerbare logische blokken. In essentie zijn dat twee benamingen voor zo goed als hetzelfde ding. Het belangrijkste verschil was dat deze logical units nu niet meer geflasht werden, maar dat ze al beschikten over een RAM-geheugen, een vluchtig RAM-geheugen. Dat wil zeggen dat anders bij een CLPD, het complex programmeerbare logische apparaat, een FPGA bij het inschakelen nog niets doet. Eerst moet het programma erin geladen worden. Dit kan meestal met behulp van een zogenaamde JTAG-programmer, een geheel of geheel automatisch vanuit een naast de FPGA gelegen flash-ROM. Dit alles maakt het heel gemakkelijk om firmware-updates door te voeren. Om te testen schiet je gewoon je nieuwe programmeercode in de FPGA. Wanneer je dan tevreden bent, laad je de FPGA met een programmaatje waardoor deze een FlashROM-programmer wordt en wordt op deze manier je FlashROM met de gewenste code geprogrammeerd. Naast de logische eenheden CQ-configureerbare logische blokken beschikken FPGA's ook over één of meerdere PLL's, phase-lock loops, zodat kloksignalen voor diverse frequenties onboord gegenereerd kunnen worden. Ook zijn er vaak een aantal dedicated vermenigvuldigers en interfaces aanwezig, wat FPGA's zeer geschikt maakt voor rekentaken die heel snel moeten worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan software-defined radio toepassingen. De chipfabrikanten Xilinx en Altera hebben met hun CPLD's en FPGA's een grote naam gemaakt. Altera is inmiddels in handen van Intel. Volgende keer gaan we verder in op de toekomst van dit soort chips. Nou, ik zal niet zeggen dat dit geheel zonder versprekingen is gegaan, maar hopelijk krijg ik ze er allemaal uit gemonteerd. Vandaag is er de laatste aflevering van de serie over de historie die ik tot nu toe al gemaakt had. Ik ben van plan om die serie de komende weken of langer uit te breiden met een aantal nieuwe afleveringen, waarbij ik in wil gaan op de historie van de bekende merken amateurapparatuur die er zijn. Ik moet nog even kijken of ik erachter kan komen, want soms is dat wel lastig te achterhalen. Bedrijven hebben natuurlijk ook hun eigen marketing. Ik heb verder diverse verzoeken gehad om deze serie ook apart op internet te zetten. Dat wil zeggen, momenteel staat wat er uitgezonden is al op internet, maar dan als onderdeel van de Daily Minutes en nog niet apart. Ik zal kijken hoeveel werk het is om de afleveringen afzonderlijk en bij elkaar op internet te zetten, ook voor de andere series die ik gemaakt heb. Ik ben daarin een beetje voorzichtig, omdat ook het plaatsen van de teksten op de site heel veel werk bleek en dat niet helemaal gelukt is, of eigenlijk helemaal niet. Blieper de bliep. Deel 19 van de historie van onze hobby. Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van digitale communicatie in de vorm van geautomatiseerde systemen als bijvoorbeeld Packet Radio. Dit begon in de jaren 80. Niet alleen ontwikkelden zendamateurs eigen varianten van professionele standaarden, maar ook nieuwe systemen die vooral interessant zijn voor de amateurs zelf, zoals PSK-31. De meest recente jaren, daar ga ik maar in vogelvlucht doorheen.
Bij de gekochte amateurapparatuur speelt miniaturisering een steeds grotere rol. Apparatuur is steeds kleiner en kan steeds meer, maar is ook steeds moeilijker met dezelfde mogelijkheden als gekochte apparaten zelf te bouwen. Was je in de jaren 70 al blij als je een VFO 30G naast je TR7200G kon zetten, dan hoef je niet nog meer kristallen te kopen als er ergens een lokaal kanaal bij kwam. Al sinds een flink aantal jaren zijn er nu apparaten te koop die alle bekende modulatiesoorten kunnen maken op alle banden van 1,8 tot 440 MHz. Jammer is wel dat er tegenwoordig nog weinig apparaten meer zijn voor niches in de hobby, zoals 23 cm FM. Maar goed, op andere vlakken namen de mogelijkheden weer flink toe, bijvoorbeeld op het gebied van digitale spraakmodus met al hun mogelijkheden. Er is veel veranderd, van 4 amateurbanden in de jaren 20 naar heel veel amateurbanden. Ik ga ze niet tellen nu, maar het zijn er echt veel. Het spotje met de stemmetjes van een paar weken geleden over meer amateurbanden zegt het al. Mocht de C-amateur in de jaren 70 nog niet komen op de toen 5 amateurbanden die we toen onder de 30 MHz hadden, een N-amateur nu heeft de beschikking over toegang tot delen van 3 verschillende korte golfbanden. Maar goed, het is ook een heel andere tijd nu. Er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over de toegang tot de ether. Ook al omdat de, zeg maar gewone burger, ook al op vele manieren licentie- en aanmeldingsvrij toegang tot die ether heeft. Al is dat ook zonder het te beseffen meestal. Dit 19e deel was het laatste deel over de historie van onze hobby, althans voorlopig. Ik ben nog niet helemaal uit wat ik met een vervolg na deze serie ga doen. Er is nog steeds weinig nieuws. Ik zag zo pas dat zelfs de Deutschlandrundspruch en een paar andere nieuwspodcasts over onze hobby deze week flink korter waren dan anders. Ik moet dus wel haast iets nieuws beginnen. Het kan zijn dat het over een paar amateurmerken gaat, zoals ik eerder al aankondigde. Mogelijk ga ik ook nog iets doen met een eerdere serie die ik in de wekelijkse uitzendingen over antennes heb gedaan. Per week behandelde ik toen een antennetype. Antennes zijn een leuk onderwerp, omdat het onderwerp net als bij propagatie zo enorm uitgestrekt is. Leuke aan antennes is dat het een van de dingen is waar het zeker nog loont om zelf iets te maken, waarbij je zonder al te diepgravende kennis ook nog eens opmerkelijke resultaten kunt boeken. Het leukste aan iets zelf maken is aan de ene kant de bouw en de voorpret die je ervan hebt, maar laat je niet wijsmaken, het allerleukste voor nagenoeg iedereen is het vooral als het ook nog eens verdomd goed blijkt te werken. Blieper de bliep. Het onderdeel van de historie van onze hobby dat nu volgt is nieuw, dat wil zeggen schrijf- en publicatiedatum 25 november 2016. Dit is een recent stukje historie over de 40 meter band. Eind 2006 kregen de N-amateurs het gebruik van de korte golven bij. Daar was vele maanden op gewacht. Daarvoor mochten N-amateurs alleen op 2 meter en op 70 centimeter werken. Op 40 meter mocht gewerkt worden tussen 70, 50 en 7100 kHz, net zoals dat nu nog steeds zo is. Hierdoor konden N-amateurs alleen in het deel van SSB werken op die band. CW en digimodus zaten volgens het bandplan op dat moment tussen 7000 en 7040 kHz. Een maand of 4 later echter kreeg de full license er 100 kHz bij op 40 meter. De band die daarvoor van 7000 tot 7100 liep, die ging daarna tot 7200 kHz lopen, omdat een stuk omroepband aan de amateurs werd gegeven. Gevolg daarvan was dat het bandplan vervolgens een paar maanden later ook aan die uitbreiding werd aangepast. Omdat de toewijzing voor N-amateurs op deze manier alleen in Nederland gebeurde, is er bij die bandplanwijziging niet aan de N-amateurs in Nederland gedacht. Zo'n bandplanwijziging is er voor de hele regio 1 en die omvat behalve Europa ook nog een stuk van Azië. De oorspronkelijke CW-band ging weer lopen van 7000 tot 7040 en van 7040 tot 7060 werd op verschillende manieren toegewezen aan digitale modus. Door dit alles werd het SSB-gedeelte in het bandplan voor de Nederlandse N-amateurs, dat dus oorspronkelijk 50 kHz groot was, al binnen een half jaar na invoering 20% kleiner, dus naar 40 kHz. En dat op een amateurband waar het nog steeds vaak druk kan zijn. Sinds die tijd kwamen er stemmen op een of andere manier N meer ruimte op 40 meter te geven. Momenteel, november 2016, ligt de bal weer bij de amateurverenigingen om aan AT terug te koppelen wat de verenigingen voor uitbreiding in dit opzicht redelijk lijkt. Ik begin het vervolg van de serie, aflevering 20 is dat dus, over de historie van de amateurhobby met een beschrijving van het legendarische bedrijf Heathkit, dat in de vorm van toen niet meer bestaat. Wel is er op kleine schaal een doorstart van het bedrijf dat af en toe van zich laat horen. Ik heb overigens al eerder een serie over Heathkit gedaan. Ik vermoed dat dat nog bij de wekelijkse uitzendingen was. Die uitzendingen hadden zo'n andere stijl dan de Daily Minutes heeft dat ik denk dat die serie grotendeels niet bruikbaar is. Dit is dus een helemaal nieuwe serie waarvan het eerste deel gaat over het begin van het bedrijf Heathkit.
Heathkit werd opgericht, of meer precies, het ontstond in het jaar 1912 als de bouwer van kleine vliegtuigen toen, Edward B.F. Heath, het bedrijf Bates Aeroplanes overnam en onder de naam E.B. Heath Aerial Vehicle Company voortzette. Heath, die leefde van 1888 tot 1931, was een opmerkelijke figuur, die nu nog voornamelijk bekend is als vliegtuigingenieur. Heath werd geboren in Brooklyn, New York. Gebaseerd op een eendekker van Blériot uit Frankrijk bouwde hij in 1909 zijn eerste vliegtuig. Het was de eerste van een serie die hij zou bouwen. De eerste vlucht van het eerste vliegtuig vond overigens plaats in de plaats Amsterdam. Ja, niet die van ons, maar een plaats van dezelfde naam in Montgomery, New York. Met in de huidige tijd ruim 18.000 inwoners. Deze eerste vlucht was op 10 oktober 1909. Vandaag als SSTV-plaatje een foto uit 1909 van hoe een winkelstraat, Market Street, in Amsterdam, New York, er in het jaar van de eerste vlucht van Heath uitzag. De eerste vlucht verliep niet zonder kleerscheuren, het landingsgestel brak bij de landing af. In 1911 ging Heath werken bij Glenn Curtis, een vliegtuigfabrikant die ook motorfietsen bouwde. Heath werkte daar als monteur op de motorfietsafdeling en bouwde daarnaast samen met een andere geïnteresseerde in de vliegtuigfabriek van Curtis zijn tweede vliegtuig. Het eerdere vliegtuig vloog ongeveer een meter hoog, maar met dit vliegtuig konden ook de eerste echte vluchten gemaakt worden. Zoals ik in het begin al beschreef, nam Heath daarna in 1912 het vliegtuigbedrijf Bates Aeroplane over om dat onder eigen naam voor te zetten. Dat was aanvankelijk Heath Aerial Vehicle en later werd het omgedoopt naar Heath Airplane Company. In dit stadium was er dus nog niets te melden over amateurapparatuur. Heath produceerde vervolgens na het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 1918 vliegtuigen als de Heath Feather en de Heath Favorite, en later vanaf 1926 de Heath Parasol, een eenzitter waarvan er nog enkele exemplaren bestaan. Opmerkelijk detail, de Parasol is een vliegtuig voor zelfbouwers en werd als bouwpakket geleverd. Eind jaren 30 kostte het bouwpakket voor een Parasol 975 toenmalige dollars. In totaal verkocht Heath van de Parasol krap 1000 bouwpakketten en zo'n 50 kant-en-klare vliegtuigen. De kits werden standaard op afbetalingen geleverd. Tijdens de periode van de depressie werden er enkele honderden van de kits voltooid en afgebouwd en door hobbyisten gevlogen. Heath wordt nog steeds gezien als een van de belangrijkste grondleggers van de bouwpakketten voor vliegtuigen die je ook echt kunt vliegen. De Parasol bestond uit een stalen frame met houten ribben en met stof bespannen. De motor was een exemplaar voor motorfietsen van 25 pk van de Henderson Motorfabriek. Edward Heath overleed 42 jaar oud in 1931 op 1 februari in Illinois toen hij verongelukte bij een testvlucht met een nieuw experimenteel laagdekker vliegtuig. Hij maakte de overschakeling van zijn bedrijf van vliegtuigen naar elektronica dus niet mee. Dit is aflevering 21 in de serie over de historie van onze hobby. De vorige aflevering eindigde met het omkomen in 1931 bij een vliegtuigongeluk van Edward B.F. Heath, de oprichter van het latere Heathkit. Op dat moment was Heath Airplane Company nog een bedrijf dat vliegtuigen maakte en verkocht, zowel gebouwd als in bouwpakketvorm. In 1935, dus 4 jaar na het overlijden van Heath, ging het bedrijf van overleden Heath failliet en werd toen gekocht door ene Howard Anthony. Het bedrijf maakte vervolgens een doorstart als leverancier van onderdelen en accessoires voor kleine vliegtuigen. Nadat de Tweede Wereldoorlog in 1945 afliep, besloot Anthony dat het wel een goed idee was om de focus van het bedrijf te verschuiven naar de elektronica-industrie. Hij startte daarmee door een grote hoeveelheid onderdelen die op dat moment vanuit de surplusvoorraden uit de oorlog beschikbaar kwamen aan te kopen, met als bedoeling om daar bouwpakketten uit samen te stellen. Het eerste van die bouwpakketten kwam in 1947 op de markt, de O1 oscilloscoop, voor een bedrag van $50. Dat bedrag was voor die dagen ongekend laag en het gevolg was dat de kit echt ongelooflijk goed verkocht. Na het succes van de bouwpakket oscilloscoop ging het bedrijf Heath door met het introduceren van nieuwe bouwpakketten en al snel waren er meer dan tientallen producten die het bedrijf zo op de markt bracht. De producten van Heathkit werden op die wijze bepalend voor 2 generaties van elektronica hobbyisten. Het verkoopargument van Heathkit was dat door tijd te investeren in het bouwen van een Heathkit product de koper met een fabrieksapparaat vergelijkbaar apparaat zou krijgen voor een heel veel lagere prijs dan het complete product. In de tijd dat Heathkit groot werd, was dit anders dan nu makkelijk vol te houden. De producten werden nog geheel door mensen gebouwd vanuit discrete componenten, zoals vacuümbuizen op metalen frames. En dat alles werd met de hand bedraad. Een zelfbouwer kon zo makkelijk deze zaken zelf uitvoeren en daarmee een hoop kosten die anders naar personeel zouden gaan besparen. Als hij dit zorgvuldig deed, dan was de kwaliteit van het verkregen product minstens zo goed als een kant-en-klaar apparaat.
Het duurste product van Heathkit was een elektronisch orgel in samenwerking met de Thomas Organ Company, opgericht in 1875, dat later bekend werd van de Moog Synthesizer. De bespaarde kosten bij het zelfbouwen van zo'n orgel waren ronduit zeer substantieel. Een categorie waar Heathkit al heel snel bijzonder veel bijval kreeg waren de radioamateurs. In de tijd voordat Heathkit met amateurproducten kwam, waren amateurs simpelweg verplicht om zelf hun apparatuur vanaf niets geheel zelf te bouwen. Behalve dat of de aankoop van een zelfbouwproduct van een mede-amateur waren er geen mogelijkheden. Daarbij waren de onderdelen destijds nog niet zo gemakkelijk te verkrijgen als dat later het geval was. De gebruikte ontwerpen waren daarnaast vaak vrij experimenteel, met dus een kans dat het bouwen ervan niet slaagde. Het grote voordeel van een bouwpakket is dat je direct alle onderdelen bij elkaar hebt en bovendien dat je een ontwerp hebt dat een voorspelbaar en werkend eindresultaat min of meer garandeert. Meerdere Heathkit-ontwerpen werden uiteindelijk tot klassiekers in de amateurwereld. De HW101 was zo alomtegenwoordig dat deze zelfs vandaag de dag nog goed op de tweedehandsmarkt te verkrijgen is. Ze worden ook nog steeds gebruikt en dat vele tientallen jaren nadat het apparaat dus uit productie ging. Konden de gebouwde Heathkit-modellen moeiteloos de concurrentie aan met gekochte goederen, de buitenkant, CQ-behuizing, was niet altijd van een kwaliteit als bij een kant-en-klaar product. De producten waren in veel gevallen echter ook niet bedoeld om als pronkstuk in de salon te plaatsen. Technisch werkten de meeste Heathkit-producten gewoon heel goed. Gewone consumenten kochten gewoonlijk een audioversterker van RCA. De echte audiofielen gaven eerder de voorkeur aan een exemplaar van Heathkit dat ze zelf in elkaar zetten. Op het gebied van test- en meetapparatuur bediende Heathkit vooral de onderkant van de markt, waar verder niet zo heel veel op dit gebied te krijgen was. Een product van HP, Tektronix of Fluke had misschien metalen vertragingen op de knoppen of 10-slag potsmeters met een digitale aanduiding. Bij Heathkit was dat dan een simpele kunststof pijlknop en een gezeefdrukte schaal op de voorzijde van het apparaat. Een Heathkit oscilloscoop van $40 was misschien niet helemaal vergelijkbaar met een exemplaar dat in de fabriek gebouwd was. Bij de fabrieksproducten was er simpelweg geen scope voor $40 of zelfs voor $100 die te koop was. Voor het bouwen van Heathkit was tijd nodig, geduld en het vermogen om een bouwbeschrijving na te leven. Maar als je die dingen allemaal tot je beschikking had, dan was de kans dat het mislukte klein. Heathkit bouwpakketten waren absoluut compleet. Het enige dat ontbrak was het gereedschap. De instructieboeken die erbij zaten behoorden tot de beste die op dat gebied aanwezig waren. Voorbeeldig op het gebied van duidelijkheid en zeer compleet. Begonnen werd bij basale lessen in soldeertechniek, waarna duidelijke instructies volgden, geïllustreerd met tekeningen en een vakje op de pagina's om iedere stap in het bouwproces één voor één te kunnen afvinken als die voltooid was. Bronvermelding. Dit is een eigen tekst. Het is niet voor alle afleveringen van de historie het geval, maar de huidige afleveringen leunen nogal zwaar op de pagina's op Wikipedia in verschillende talen over deze onderwerpen. Ik ben Onno van de podcast Foundations of Amateur Radio in Australië. En je luistert nu naar de Daily Minutes van Papa Alpha Zero Echo Tango Echo. Foundations of Amateur Radio. Recently, I exchanged emails with fellow amateur Gary, Victor Kilo 2, Oscar Victor Alpha. This was his most recent response. Hello, Ono. What have you been up to in amateur radio lately, you ask? I hope this gives you a good chuckle. I decided to construct and erect a full-wave 80-meter sky loop. Simple antenna, and I have lots of space to do so, with an old tennis court on the block, surrounded by existing poles and wire mesh. The preparation for me was the key to having an easy path to a successful outcome. First step was to measure out the existing poles for the best fit. Measured, then stood back and looked, then measured again. Yes, all is good, this will work. Made up the ropes and pulleys, rechecked the length and height. Yep, all good. Put the ropes and pulleys in place, ready to attach the insulators. I'm going for four corners with an overall measure of 23 meters long by 17 meters wide, using a corner feed point. Made up a feed point, cockatoo deterrent, 90mm stormwater pipe about 15 inches long, split end to end, then zip tied it into itself as it wraps around the insulator and feed point. Cockatoos are in abundance here, so I had to come up with something to keep them away from the feed point, as that seems to be their favourite chew spot. Purchased a 100-metre long roll of green and yellow earth wire, thinking to myself, easy as, just cut a measured length off the end and have the correct length left on the reel ready to roll out. Oh, but wait, a couple of hams talking on air had a similar situation and it worked out that the roll was shorter than quoted on the label. Best practice here is to unroll it and measure it myself. Simple task. Now, I cannot find my 30-meter tape measure, so I put the task on hold till it turns up.
2 weeks later, it is nowhere to be seen. So now I have decided to go with the 8-meter tape measure. After thinking about how to best measure 8 meters at a time, I came up with a marvelous plan. I'll put a couple of pegs in the ground at 8 meters apart and simply loop the wire back and forth 11 times. After all, this is 88 meters in total, and I can simply trim the length to my chosen frequency of 3.620 megahertz. I'm feeling very good right about now, as I've saved myself a lot of walking and bending. Now, the first error pops its little head. After I cut the wire to length and attempt to lay it out on the ground inside the poles, designated antenna holders, the copper wire reminds me it has a memory. That memory is very adamant. I'm a sickle of loops. So yes, I now have a bird's nest of yellow and green. Have you ever noticed when something like this has a mind of its own? It is, apparently, right. Took at least an hour to unravel it, then several tent pegs to get this wire to obey me. So I won that battle. Because I had measured the wire myself, I knew it to be accurate, which proved how wrong I was back when I'd completed the original measure, post to post, for potential mast poles. So I reset my ropes and pulleys to the new poles and hoisted the whole lot up in the air, then ran inside to view the antenna analyzer. Now, something is wrong. I cannot get a meter dip anywhere on HF. Oh dear, I've got a break or a bad connection. So into troubleshooting mode goes what's left of my brain. Track and retrace. As much as I did, I could not identify what was wrong. Only one thing for it. I will go back to the beginning and start over. Dropped the wire on the ground, pegged it down so it could not get away again. Still could not find my 30-meter tape measure, so out comes the 8-meter tape. But wait, is that a 6 or an 8 on there? Let's settle this. I put on my reading glasses just to be sure. Yep, it's a 6-meter tape measure, not 8. So therefore, I've only got a 66-meter length of wire. Oh gosh. Back to square one. Move all the pulleys, remeasure everything. To correct the problem, I had to add on some wire and solder the two pieces together. With my new level of cautious approach, I managed to get the length perfect at 3.625 megahertz. I still cannot find my 30-meter tape, nor can I find my 8-meter tape. But the good news is I still have a 6-meter tape measure. Actually, out of the 6 tape measures that I had, it's the only one I can find. I've decided I should probably wear my glasses when reading small print from now on. I've been making wire antennas for years and never had an issue. Having just moved here a couple of years ago, I'm in a position where size does not impact my antenna choices. Hence the ambitious project, which took up way too much time and effort. And if this is suitable for sharing, please do so. Cheers from Gary, Victor Kilo 2, Oscar Victor Alpha. The only thing remaining is to ask you a question. What have you been up to in amateur radio lately? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Foundations of Amateur Radio. As you might know, I like to transmit with as little power as possible, known as QRP operation. My own station runs at 5 watts, since on HF that's as low as my radio will go. I could go lower by turning down the microphone gain, which interestingly is how some radios actually operate, but for now 5 watts seems to be a good starting point, and truth be told, even though I've been here for a while, I feel like I'm learning something new every day. One of the largest challenges associated with using low power on HF is propagation on the HF bands, which is more fluid than ever. There's plenty of variables. For example, in addition to the day-night cycle, there's Earth's magnetic field, the impact from coronal mass ejections, as well as the solar cycle. As that cycle waxes and wanes, or in my case wanes and waxes, propagation trends are affected on a longer-term basis. There's all manner of tools to explore this. The Australian Space Weather Service is one of many such bodies that create ionospheric prediction maps, showing frequencies and their propagation through the ionosphere. Then there's the derivative ones that use this data to declare if a band is open or closed, spread widely across the globe with little in the way of context, like time or location. There are tools like VoAcap, which attempt to predict the point-to-point path loss and transceiver coverage dependent on antennas, solar weather, and time and date. They also attempt to arrive at a so-called MUF, the maximum usable frequency, defined as the highest frequency at which ionospheric communication is possible for 50% of the days in a month. The LUF, the lowest usable frequency, is defined as the frequency at which communication is possible 90% of the days of the month.
All these tools have one thing in common. They're predictions and forecasts. They reflect an attempt at quantifying reality. There is a place for this, but my often repeated encouragement of getting an heir to make some noise is advice that covers the gap between prediction and reality. I've long been a fan of using weak signal propagation reporter, or WHISPR, as a tool to measure actual propagation. What I like most about it is that it can be used on your own station, using your own antenna at any time. It occurred to me the other day that there must be a relationship between a WHISPR signal and a voice signal. Not a mathematical one, but one that makes the difference between establishing a voice contact with another station and calling CQ until you're blue in the face. With that in mind, I took a leap and purchased a Zaktec desktop WHISPR transmitter, capable of operating on all the HF bands that my license permits. It was shipped from Sweden this week, and it is expected to take more than a month to get to me, likely most of that travelling between Sydney and Perth. But when it does, I'll be able to set up my own in-house 200 milliwatt beacon that will show me just how far my signal goes on the bands that I pick. As an aside, I'm still looking for a similar solution for 2 meters and 70 centimeters, since there are all manner of interesting propagation phenomena associated with those bands as well. I'm still digging into how I can best gather the reception data to visualize it, and I'm working on a strategy that can send me an alert when a particular band is open from my station at such a level that I can look to operating a particular mode, like FT8 or SSB or anything that I might choose. The data is public, thanks to the various WHISPR reporting systems around, so others in my grid square, likely beyond that, will also be able to benefit from my beacon. I'm considering generating a propagation map from my own station and publish that, but it's too early to say what's involved in making that happen. Right now, I've dived into the rabbit hole associated with finding a suitable antenna. My current station vertical requires a tuner, and I don't think that finding a way to tune my antenna every time the beacon changes band is a good solution. I suspect that I'll also need to come up with a way to have two transmitters share the same antenna, but I'll cross that bridge when I need to. Once the beacon arrives, it's my intention to start with 10 meters as my beacon band using my current antenna, since 10 meters is on the verge of being useful for my QRP adventures, and I must confess, I'm looking forward to making a voice contact with the other side of the planet with my station for the first time in a long time. What kind of things can you think of that would benefit from a solution like this? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. I'm Ono of the Foundations of Amateur Radio podcast in Australia, and you're listening to The Daily Minutes by Papa Alpha Zero Echo Tango Echo. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de joker van België.